Jullie hebben net een handtekening gezet, maar waarvoor eigenlijk? Om op de jaart weer te kunnen skaten. De gemeente gaat nu akkoord en nu nog de NS. En dan zijn we gewoon klaar voor de bouw en schoonmaken en de bouw. En hoe zijn jullie dan op het wijkbureau hier terechtgekomen? Want het gaat om een plek naast het Centraal Station. Wat is de verbinding? Ten eerste, de wijkbureau zit hier in het Kanaleneiland. En ja, de jaard is ook heel dicht bij het Kanaleneiland. Dus ja, het hoort ook een beetje bij de wijk. U heeft hier spreekuur op het wijkbureau. Is het voor iedereen uw spreekuur? Ja, iedereen mag hier komen. Want het idee achter een spreekuur is van je hebt één aanspreekpunt. En die weet wel waar je terecht moet. Hè. Ik ben dus wijkwethouder. Als je iets vraagt op het gebied van parkeren, dan ga ik naar wethouder Lot van Hooydonk toe. Als het gaat over de openbare ruimte, ga ik naar Kees Geldof toe. Dus eigenlijk ieder onderwerp, hè, is wel iemand in het college die daarvoor verantwoordelijk is. Soms weet ik ook iemand in het ambtelijk apparaat. Nou, in dit geval heb ik op een gegeven moment tegen Loog gezegd van Loog Landal van het wijkbureau van dat is wel iets voor jou. Hè. Hij kent ook het gebied Dichterswijk heel goed. En nou ja, ik moet zeggen. Ik denk dat de eer ook wel een belangrijke mate aan Loog toekomt. Die is daar als een fret bovenop gedoken. En die heeft de NS gewoon niet meer losgelaten voordat ze zeiden van we gaan akkoord. Heb je dan extra inzet? Dat je denkt van oh, vroeger skateboardde ik ook. En, Nee, ik vond het een ontzettend sympathiek idee. En omdat ik zit heel vaak tussen dit soort initiatieven in en die hele grote ingewikkelde gemeente. En ik heb natuurlijk ja, wat meer mogelijkheden om mij binnen die gemeente te bewegen. En gedacht van nou, we gaan ons best doen om het voor elkaar te krijgen. Ja, en dan heb je eerst nog de NS die daar nog als partij tussen zit. Die zegt ja, we willen wel zaken doen met de gemeente, maar liever niet met een willekeurige andere groep. Maar het is heel veel praten en geduld hebben en overleggen. En ik moet eigenlijk, want ik moet die jongens prijzen dat ze zo lang volhouden. Zakaria, jij bent hier opgegroeid. Wat voor een toevoeging kan het hebben voor de jeugd hier in Kanaleneiland? Ja, skateboarden op zich is gewoon een hele mooie activiteit. En het feit dat er dan een plek bij komt waar we meer vrijheid hebben om deze activiteit te beoefenen, is dan helemaal mooi meegenomen daarvoor. Onze grote zorg is dat de Socrateslaan niet mee is genomen in de planvorming. En dat vinden we heel vreemd, hè? Omdat als je kijkt naar de stad en je kijkt naar hoe de stad verkeerskundig is opgebouwd, dan is het eigenlijk een rat met spaken. Nou, we hebben nu twee hele verschillende gesprekken gezien bij u op het spreekuur. Is dat normaal? Ja hoor, we hadden verder vandaag nog de voorzitter van Maghreb 90, voetbalclub. We hebben nog mensen op zoek gehad van de initiatiefgroep Ringpark, Dichterswijk. Een groepje wat graag wat meer groen in de wijk wil hebben. En ja, wat komt hier langs? Het is heel spontaan. Gewoon mensen die iets kwijt willen aan de gemeente. Dat kan gaan van hondenoverlast of juist een hondenspeelveldje. Vaak ook tegengestelde meningen zie je ook wel. De een die wil dit, de ander wil dat. Parkeren, veiligheid in de buurt, van alles. Wat vindt u dan het belangrijkste wat in dat gesprek naar voren moet komen? Het wordt natuurlijk veel makkelijker als je zegt van ik doe het niet alleen namens mezelf, maar ook namens anderen. Dus dat is altijd heel erg goed. Je kan er van tevoren al een mailtje sturen van wat je idee is. Want dan kan iemand van het wijkbureau, bijvoorbeeld Loog, die hierbij zit, die kan alvast wat uitzoekwerk doen. Waardoor je direct antwoord kan krijgen op je vraag en misschien nog op je idee. Dus dat helpt ook. Maar voor de rest, ja, zelfs mensen die ter plekke iets bedenken, die proberen we wel netjes te helpen. En op welke dagen zijn we hier welkom? Het is meestal op maandag, maar niet altijd. Soms is er wel eens vanwege een feestdag bijvoorbeeld zit je op een andere dag. Mensen moeten kijken op de site van Wijkbureau Zuidwest. Daar staat altijd de plaats en de tijd ruimschoots van tevoren aangekondigd. Ja.